Hallo en welkom bij een opening over de Siciliaanse opening. En wij gaan specifiek in op de Nijdorf variant in de Siciliaanse opening. Je kan de stelling al hier op beeld zien. Dit is de Nijdorf stelling die we gaan bekijken. Aan de hand van enkele voorbeeldpartijen en ik zal ook iets zeggen over de pionnenstructuur. En daarna, ik heb een voorbeeldpartij en ik heb er zelfs drie meegenomen. En in de laatste voorbeeldpartij kan je dan deze stelling verwachten. En wit is aan zet. En wat zou je doen? En hoe staat het dan? Ja, ik denk dat je het einde van de video die vraag wel goed kan beantwoorden. En het zal waarschijnlijk een lange video worden, dus ga er maar even goed voor zitten. In de commentaren onder de video zal ik ook de verschillende voorbeeldpartijen met de tijdwaarnemingen erbij zetten. Verder moet ik nog zeggen dat ik zal even de stelling weer even terugzetten. Verder moet ik vertellen dat ik partijfragmenten en partijen heb meegenomen van een reader van Herman Groten, een goede schaaktrainer uit Nederland, die onlangs ook een boek over de Siciliaanse opening heeft geschreven. En ik heb fragmenten meegenomen uit een boek van Jörg Hickel, The Power of the Pawns. En dat is een heel goed boek. Die kan ik aanraden. Oké, nou, genoeg gezegd. We gaan beginnen met een voorbeeldpartij. En laten we hem even bijpakken. Ja. Nou, dit is de partij van Rogozin tegen Geller uit 1950. En we hebben een Siciliaanse opening op het bord. D6, lopers G4, E6, korte rokade. Loper E7, loper E3 en korte rokade, loper B3. Nou, dit soort zetten worden aan de witte zijde en zwarte zijde vaak gespeeld. Paard A5. En F4. Nou, de eerste belangrijke fase voor ons in deze partij. Wit staat klaar om F5 te spelen. En ja, dan moet zwart een keuze maken. Gaat daadwerkelijk van E6 naar E5 spelen? En dan zou dat dat zou wel een positionele zwakke zet zijn. Want dan wordt het veld D5 komt dan vrij. Dus dat F5 moet en wit speelt E5, dan komt dat veld D5 vrij voor wit om te gebruiken. En bovendien heeft wit al aardig wat ruimte gepakt op de koningsvleugel. Dus ja, hoe gaat zwart dit aanpakken? Zwart speelt D5. Nou, er is een gezegde in het Siciliaans: als je D5 kan spelen en het is goed, dan moet je dit doen. Of misschien heb ik die zelf al verzonnen, maar zoiets dergelijks bestaat wel in de Siciliaanse opening. En zwart speelt dus D5 in de veronderstelling dat dat goed is. Maar in deze partij zullen we zien dat wit hier heel goed uitkomt. En hoe komt dat? Wit speelt hier E5. Dat komt doordat het paard op D4 die staat als een vorst. Die kan niet worden weggejaagd, dus dat blijft in het midden. Zwart speelt paard D7 en wit heeft de handen vrij om op de koningsvleugel een aanval te beginnen. Nou, we gaan niet super diep op deze partij in, dus we gaan wat zetten doornemen. Wit kan zich hier en daar wel wat sterker verdedigen. Desalniettemin is dit voor zwart wel een lastige stelling. Dame H3.
A6. G4, kijk eens. Daarom zitten we. Toren F3. Kijk, dat nu. Dat noemen ze een rook lift. Hè? Via de toren wordt opgetild naar de derde rij. En die kan via H3 misschien later meedoen in de aanval. Paard C4. Nou, die loper had niet veel toekomst, dus die wordt maar geslagen. En dame H4, ja. Wat zou die daarmee doen? Dame H3, ja. Nu hebben we een batterij op de H-lijn. Dat ziet er toch wel indrukwekkend uit. En zwart speelt paard F8. En misschien leuk voor de kijker thuis. Knight on F8. En Black will never get mate. Beetje leuk gezegd, hè? Maar het nadeel is wel dat het paard een beetje passief, ik wou zeggen actief, maar juist passief staat. Maar het dekt wel het belangrijke veld H7, zodat zwart niet wordt matgezet. Oh, wat ik nog vergeten ben te zeggen is dat ik zou het ook wel leuk vinden als je even in de commentaren onder de video zet of je dit een leuke video hebt gevonden. En waar je deze video kijkt, dat vind ik wel leuk. Deze video wordt opgenomen in Twente, in het oosten des lands. Maar ja, misschien zit je wel in België deze video te kijken. Of Suriname, nou ja, of in een andere plaats. Laat het me weten, ik vind het wel altijd wel leuk om te weten. Oké, we gaan verder. A3 en B5. Ja, dat is dan typisch het spel van Siciliaanse. De damevleugel is zwart. Heer en meester en wit is proberen een koningsaanval op de koningsvleugel te spelen. Paard gaat naar E2 en dame C7. Oké, nu krijgen we een. Ja, want de aanval slaat niet zo eenvoudig door. Hè, want het paard op F8 voorkomt mat. Knight op F8 prevents mate. En je moet op een of andere manier een troepen aanvoeren, zodat hij een witte aanval kan doorslaan. Nou, wit doet dat op een hele subtiele manier. Hij speelt paard C1. Nou, misschien is het nog niet heel meteen duidelijk hoe dat allemaal verder gaat. Maar we gaan A5 spelen. Paard D3. Loper A6. En nu speelt wit G5 en ja, nu wordt het toch wel een beetje lastig voor zwart. Want met die manoeuvre paard F2, G4 komt er nog een stuk bij in de aanval. En ja, het wordt serieus lastig. En waarschijnlijk staat wit al heel erg goed hier. Loper H8 en goede verdediging is lastig te vinden. H5. En ja, nu wordt de aanval steeds sterker. Toren G3. Ja, zwart probeert dan wat op de damevleugel te doen, maar ja, dat is maar. Ja, dat wordt wit niet zo bang van eigenlijk. Dame G4. Maar hoe nu verder? Paard F8. H4, kijk eens, hij wil H5 spelen en die pionnenketen opblazen. En inderdaad, H5, daar is hij dan. Dan lopen C8. Ja, je ziet ook dat zwart eigenlijk niet zo makkelijk stukken bij de verdediging kan halen. Paard H3. Toren A6. En het is al bijna het einde van de partij. De aanval gaat doorslaan, want het paard is nu eindelijk bij de aanval betrokken. Ja, in mijn ogen doet zwart een hele rare zet en verliest heel snel, maar ook een andere verdediging die zou ook verkeerd zijn. Nou, wat doet zwart hier? Zwart doet hier gemaal H5 en gooit gewoon de hele stelling open. Ja, dat kan natuurlijk niet goed gaan. De zwart geeft ook meteen op naar H7 schaak. Een subtiele zet, he, want de dame was weliswaar aangevallen, maar ja, nu staat
de zwarte koning in schaak. En het is opgegeven. Nou ja, stel je voor. Paard maal A7 wordt gespeeld. Dan zou dame H5 kunnen volgen. En nou, dan je ziet allemaal de dreigingen. Paard H7 dreigt, dame H7 dreigt, paard E6 dreigt. Dus dat is irritant, zeer irritant. Nou ja, stel je voor die slaat het paard. Dame G5 schaak. Koning moet opzij. Nog een schaakje. Koning E7. En wit heeft een stuk meer en waarschijnlijk ook zit nog steeds zwart in de mat aanval. Dat dame F6 komt, toren G8 en hoogstwaarschijnlijk gaat het mat. Ik had voor de kijker nog even andere zet geanalyseerd. En stel je doet toren B7, je gooit die G-lijn niet open, maar dat gaat ook helemaal mis. Dan krijg je diezelfde zet. H7, schaak. En nou ja, het is misschien wel leuk om te kijken hoe het aan alle kanten toch mat gaat. Of in ieder geval helemaal uit. Stel je pakt weer. Dan krijg je paard H7. Koning H7. En H-mag is een schaak. Ja, nu kun je die pion niet terugpakken. Want dame maal G6 is mat. Dus de koning moet vluchten. Nou, dan gaat hij naar G8. Dan krijg je nog een schaak. Dubbel schaak. Dus de koning moet gespeeld worden. Koning. Pak de pion maar. Maar dan krijg je schaak. En ja, net hetzelfde als net. Je kan nu weer dame H8 doen. Pak die loop, heb je een stuk meer. En de zwarte zit al steeds in dat mat net. Dus stel ik naar toren B7, H7 schaak. Nou ja, je kan dus pakken met het paard. Even kijken, ik zit even te kijken of ik nog andere. Maar je kan ook koning G7 bijvoorbeeld spelen. Maar dat gaat ook niet goed. Wegens leuke zet, H6. Een soort magneet, hè? De koning wordt naar beneden getrokken. Koning maal H6. Volgt dame H4 schaak. Hij moet naar G7. Toren H3. Dreigt een mat op H6. Dus ja, dan moet je maar op H7 slaan. En nou ja, dit gaat helemaal mis. Hè. Je ziet een schaak. En wint een stuk. En het is een mat aanval. Ik zal even kijken hoe het. Nu wordt het geforceerd mat. Hè. Schaak. Alles gaat met schaak. En dit is mat. Hij kan niet naar C6. Want er staat ons paard op D4. En ik, ja, wat ik nog grappig vind. Is dat. Wat variant was dat? Die. Koning G7. H6. Dame H4, toren H3, paard H7. Ja, in deze stelling deed ik net dame H7, maar de computer vindt dit nog sterker, want dan dreigt alsnog weer dame H6, dame F8, mat. Gaat misschien nog iets sneller. Dus je moet weer weg en dan krijg je hetzelfde soort idee, schaak. Nou, stel dat je hem niet pakt, maar dan ga je weer keihard mat. Dus je moet hem wel pakken, maar ook dat gaat keihard mat. Krijg mat in 1 en daar is niks tegen te doen. Dus allemaal, dus in deze stelling, de zwartspeler koos ervoor om H5 te pakken. Dus nu kunnen we een klein beetje begrijpen waarom dat gebeurde. Want toren B7 of een andere zet helpt ook niet. Concluderend kunnen we uit deze stelling zeggen van dat wit eenvoudig, of niet eenvoudig, maar je kan een aanval beginnen. Omdat zwart kan het centrum niet aantasten en het paard domineert de stelling. En wit kan
stukken aanvoeren en een mataanval beginnen. Oké, dan ga ik een volgende partij laden. En dat toen dacht de dagman. Ja, zo. Ik zal ze erbij pakken. Dus het probleem was dat op d5 je e5 speelt en het paard op d4 stond als een vorst. Hè? Zo hadden we het bekeken. Dus waarom niet bijvoorbeeld deze stelling e5 spelen? Dan is dat paard op d4, dat als een vorst stond, die staat daar niet meer zo sterk. Dan zou bijvoorbeeld kunnen volgen paard b3, lopen e7, kort, kort, lopen e3, weer dezelfde soort zetten. Nu is volgens de theorie het beste f4. Dat is een sterke zet. Ik zal even kijken. Ja, pat. Dat is een goede zet. Wit speelt echt een lop f3, maar dan speelt zwart a5 en ja, paard op b3 heeft nu echt geen goede velden meer. Wit besluit a4 te spelen, maar dan krijg je heel sterk paard b4 en het veld d5 die verzwakt was door de zet, de pion zet e7, e5. En daardoor was het veld d5 verzwakt, maar die is nu helemaal onder controle van zwart. En zwart heeft hier geen problemen. Ja, kan ik de volgende partij al laden of werkt dat niet? Ja, want wat is vaak het probleem? Ja, je ziet hier al de d6 pion is eigenlijk een beetje een zwakke pion. Helemaal, maakt eigenlijk niet uit of die op e5 staat, die pion, deze pion. Onafhankelijk daarvan is de pion op d6 altijd een beetje zwak. En je ziet het dan ook dat als er een batterij wordt geladen, dan wordt die, lijkt de pion niet meer te verdedigen. Maar, ik zeg lijkt, want met een stuk, één stuk is voldoende om die pion te verdedigen. Want ja, als die zou slaan met de toren, dan verlies je altijd punten. Ja, dan verlies je kwaliteit met wit. Dus dat is toch niet zo verstandig om te doen. Dus alleen die loper is al voldoende om die pion te verdedigen. In mijn partijen kan ik me inderdaad in het begin, toen ik Siciliaans speelde, voelde ik inderdaad die druk op die d6 pion. Maar toen wist ik nog niet in deze stelling dat loper e7 eigenlijk voldoende is om die pion te dekken. Echter, daar moet je wel rekening houden dat wit niet, bijvoorbeeld, ik heb nu nog een extra een paard hierbij staan. Stel dat de paard nu naar b5 kan springen. Ja, dan is het natuurlijk wel in één keer een probleem. Want dan staat hij niet voldoende gedekt. Want dan paard maar d6 dreigt dan. En dan in één keer kun je er niks aan doen. Dus ja, in dit soort stellingen is het dus toch wel handig omdat dat veld B5 onder de controle te houden, zodat je niet met die vervelende druk op die D6 pion wordt geconfronteerd. Ja, we moeten eigenlijk dus een beetje praten over de pionnenstructuur. Wat zijn nu de plannen van wit en wat zijn nu de plannen van zwart? We kijken dus, dit is de pionnenstructuur die vaak voorkomt in de Nijdorf opening. De plannen van wit zijn. De voordelen van wit is dat hij makkelijker kan switchen van damevleugel naar koningsvleugel, omdat hij meer ruimte heeft. De zwart heeft daar wat meer moeite mee, omdat zijn stukken hier wat minder ruimte hebben, omdat de pion daar staat. Bovendien is dit een heel mooi veld voor wit. Het liefst heeft hij daar een stuk staan. Een paard bij voorkeur, maar een toren of een loper, dat mag ook.
Stel dat je met een stuk daar kan handhaven, is dat eigenlijk verdient dat de voorkeur. Mocht je dan terug moeten slaan met de pion, nou, dat is dus niet ideaal, maar ook niet zo slecht, want de pion staat natuurlijk daar ook wel redelijk goed. Maar het heeft meteen als nadeel dat deze D6 pion niet meer zo makkelijk kan worden aangevallen als je wordt als de pion de witte pion hier staat op D5. Bovendien, als de pion hier staat, dan krijg je in een keer tegenspel met zwart met F5 en dan eventueel F4, maar je ziet dan ook nog heel veel controle over deze velden en dat is goed tegenspel voor zwart vaak. Ja, dus dat is wel iets om maar rekening mee te houden. Waar moet wit nog meer op spelen? Wit speelt ook vaak met F4 en F5, zoals we ook in die partij van Rogozin hebben gezien. Ja, om wat meer ruimte te pakken om de aanval op de koning te spelen. En wat moet zwart doen? Ja, zwart heeft vaak spel op de damevleugel, de linkerzijde van het bord. Vaak komt er een toren hier op de C-lijn en dan hou je druk op de C-pion. Daarnaast moet zwart natuurlijk ook rekening houden met dit veld en die moet dat onder controle houden. En wat het doel was van wit, dat moet zwart eigenlijk voorkomen. Het liefst zou je de keer D5 zelf spelen. Maar vaak kan het eigenlijk niet. Maar je moet dus voorkomen dat hier een stuk komt te staan bij wit. En eventueel kun je later een keer F5 spelen met tegenspel. Oké, dit was de uitleg over de pionnenstructuur. Gaan we nu naar een partij van Geller tegen Najdorf, het beroemde toernooi van Zürich 1953. Dus Najdorf die de Najdorf speelt. Ja. En we zijn bij de Najdorf variant aangekomen. Oké, wit speelt het met loper e2. Ik heb in een andere video laten zien dat je ook loper naar g5 kan spelen bijvoorbeeld. Dat zijn ook allemaal varianten. Of loper c4, dat kan ook. Bijvoorbeeld. Maar wit, of loper e3 is trouwens al gezet. En in dit geval kiest wit voor loper e2. Dat is ook vaak gespeeld tussen de Karpov en Kasparov. De WK-match in 1985. Najdorf speelt e5. He, valt dat paard aan. Het paard mocht daar niet als een vorst staan, dus die moeten we daar wegjagen. Paard naar b3. En je ziet het draait om het veld d5. Daar wil wit liefst een stuk neer hebben staan, moet ik het eigenlijk zeggen. Loper e6. En ja, de vraag is: kan wit nu paard d5 spelen? Of in ieder geval, ja, is dat een goede, zou dat een goede zet zijn, paard d5? Nou, ja, goed, als je net bij die pionstructuur goed hebt opgelet, dan kan je zien dat nu heeft zwart voldoende druk op d5 en nu kan zwart gewoon slaan op d5. Je zou eventueel ook op e4 kunnen pakken, dat was eigenlijk een pion offeren. Paard e4 is ook een mogelijkheid. Zoiets bijvoorbeeld. Ziet er ook wel gevaarlijk uit. Maar hier moet wit wel bewijzen dat hij wat heeft voor zijn pion. Maar voor ons is het belangrijk om even ons af te vragen of zwart ook kan slaan op d5 en dat kan inderdaad. Loper d5 is ook een goede zet voor zwart. En nu moet
Wit terugslaan op d5 met de pion. En ja, op den duur zal zwart een keer met f5 gaan spelen en waarschijnlijk misschien wel ietsjes beter staan, in ieder geval iets aanvallender. Dus dat is niet eigenlijk wat wit wil. Wit koos voor de korte rokade. Was lopen g5, was dat aan de zet? Zeker, zeker. Maar zwart speelt paard naar d7. Want wil, als wit gaat pakken op f6, wil hij weer terugslaan met d5. Of op f6. Zodat hij op d5 weer controle houdt. Dus nu kan lopen e7 volgen of dame c7. En zwart heeft voldoende controle over d5, zodat paard d5 niet dreigt. In de huidige stand van zaken zegt dat lopen e6 eigenlijk een klein, ja, het is niet helemaal nauwkeurig, want f4 kan nu gespeeld worden, meteen f4. De zet die vaak voorkomt in de Nijdorf variant. Stel, zwart speelt dame c7. Dan kun je zelfs g4 spelen. Nu pakt wit wel heel veel ruimte. En stel dat je nu pakt op f4. Even een tussenzitje, g5. Paard moet weg. En lopen maal f4. En dame d2 volgt met lange rokade. En wit heeft een hele fijne stelling. Oké, okay. Dat volgde allemaal niet. Het was 1953 en dat was nog allemaal niet bekend. Korte rokade volgt. En paard b7 f4. Dame c7 f5. Oké, okay, nu staat zwart voor een keuze. Even kijken, lopen we maar b3. Volgens mij heeft Herman Grote daar ook een partij van. Wat ook niet zo heel slim is om dat te doen. Zwart kiest voor lopen c4. En ja, wit heeft dus aardig wat bereikt al op de koningsvleugel. Aardig wat ruimte gepakt. En maar wat belangrijk is dat die loper had ook controle over d5, de zwarte loper. En die wordt nu geruild, althans niet meteen. Het is vaak handig om later te ruilen. Dat je dan, als zwart nu slaat op e2 bijvoorbeeld, dan ontwikkelt wit bijvoorbeeld dame maal e2, dan ontwikkelt hij meteen een stuk. Toren c8. Lopen e3. En lopen e7. De wit pakt al even wat ruimte. A5. Die komt zelfs de zet als toren A4 in de stelling. Dit soort dingetjes. H5. Ja, dat is een beetje een rare zet. Maar zwart was bang dat na korte rokade G4 zou volgen. Dat ziet inderdaad al een beetje eng uit. H4, boom erachteraan. Maar in de analyse blijkt dat D5 zwart voldoende tegenspel krijgt. Nou ja, ik vind het toch wel aardig gevaarlijk hoor. Dus op zich is het wel een goede reactie van zwart, hè? Want een aanval over de flanken. En dan zou je dat moeten counteren met een aanval door het centrum. Je kan natuurlijk niet wit zo ongestoord zijn gang laten gaan. Want dan word je mat gezet. En hier heeft zwart nog voldoende tegenspel. Maar ja, ik geef meteen toe dat het razend ingewikkeld is, deze stelling. Het is niet zo heel gek dat Nijdorf voor H5 koos. Nu speelt wit loopt maal C4, dame maal C4 en toren A4. Hey, daar komt die zet weer. En dame gaat naar C7 en H3.
gewonnen door H4. En Tor F2. Een klein zetje, maar dekt C2. De pion C2 wordt dat nu denk ik gedekt. En daardoor kan dat paard op D5 weg. En eventueel dreigt wit ook nog lopen G5. En dan heeft hij de mogelijkheid om de verdediger van D5 eerst even uit te schakelen. Oké, zwart speelt B5. En ik heb nog een paar mooie analyses meegenomen. Ja, die zijn heel mooi. In plaats van B5 is rokade mogelijk. Nou ja, dat is even de vraag of dat mogelijk is. Wit heeft dan een hele sterke zet namelijk. Lopen G5. Ja, ja. Onder omstandigheden dreig je te pakken. En de pion staat er ook nog in. Dus dat is een vervelende zet. En zwart denkt dat, dus analyse, hè? Zwart denkt dat dat eventueel op te lossen zou zijn misschien door paard C5. Hè, doe je iets anders, hè, doe je niks, dan toren FE8 bijvoorbeeld, dan sla je gewoon op H4, dan heb je pion meer en dan en een goede stelling. En waarschijnlijk komt G4, G5, zoiets dergelijks. Dat ziet er wel heel gevaarlijk uit al. Dus pion meer en een goede stelling, dus dat kan je niet toestaan. Het zwart probeert het tactisch op te lossen. En dit is een belangrijke stelling voor ons. Want nu kun je positioneel een groot voordeel halen voor wit door te slaan op F6. En ja, dus schakel je de verdediger uit van D5 eigenlijk. Het veld D5 is nu helemaal vrij voor het witte paard. Stel je doet lopen F6, dan is ons ideale plaatje bereikt. Valt even de dame aan. En toren weg. En dit is een positionele droomstelling voor wit. Schitterend paard op D5. En ja, je moet dat wel even goed werken natuurlijk. Maar dit is, hier kun je allemaal leuke plannetjes gaan verzinnen. Hier wit duidelijk voordeel. We gaan even terug. Dus lopen F6 kan, ja, als je het hier dus gewoon terugslaat, dan is het paard D5. Zwart zou eventueel ook nog kunnen pakken op A4. Toren. Dat pakt aan alle kanten verkeerd uit. Ja, niet één variant, maar meerdere varianten zijn totaal uit. Ik wil ze je even laten zien. Dat dit helemaal verkeerd afloopt voor zwart. Paard D5 ligt voor de hand. Is erg sterk en erg goed. En, ja, dit is behoorlijk voordeel voor wit. Paard E7 volgt. Hè. Dat is groot voordeel. Oké. En deze zit. Ja, precies. Maar de computer vindt nog lopen maal G7 ook interessant. Nou ja, dat was niet eens nodig in deze stelling dus. Maar het zit er dus wel in. Wel grappig. En stel je pakt met dat paard op C3. Dan zijn we snel klaar. Want dan volgt dame G4. En ja, zwart kan eigenlijk meteen opgeven. Lopen F6 dreigt. En daar is eigenlijk niks aan te doen. Dus paard maal C3 kan niet in deze stelling. Stel dat je nog een luchtgaatje maakt. Een soort van vluchtroute voor de zwarte koning. Koning F7, E8 of zo. Ja, die vluchtroute wordt even ontnomen. Het dreigt dame G6 of dame H8. Allebei niet zo leuk.
Daarom slaat zwart, die lopen eraf. Maar dan zit je in een mat net. Ik zal even de mat variant laten zien. Met wat schaakjes. En toren F3. En groot voordeel. Zwart heeft nog net een verdediging met toren G8. Dan ga je niet mat, maar dan verlies je wel een toren. En dan is de stelling ook kapot. En dit is dus een groot voordeel, maar dan moet je nog even toren G8 vinden met zwart. Waardoor je, nou ja, die toren gaat G8 gaat verloren. En daarom zegt de computer, oh, je moet geen toren F3 doen. Dat is gewoon een hele handige rooklift. Maar je speelt hier, dat is gewoon een ongelofelijke zet. Paard D4 dreigt paard E6 en dat is, ziet er ook wel heel vervelend uit. Ja, dus die slaat zwart dan bijvoorbeeld. En dan volgt een schaakje en toren F4 en mat op de volgende zet. Ja, prachtig allemaal. Had ik ze allemaal nu laten zien. Volgens mij heb ik nog eentje over. Kijk, daarna lopen we al G7. Ja, we hebben paard C3 bekeken. We hebben F6 bekeken. En ja, die kunnen we natuurlijk ook gewoon pakken. En dan zit zwart eigenlijk ook in een mat net. Dame G4 schaak. Gaat bijvoorbeeld opzij. En dan F6. Dreigt de mat op G7. Lopen maal. Toren maal F6. Ja, en hier is het mat al niet meer te voorkomen. Zwart pakt dan maar even wat materiaal bijvoorbeeld. En zwart wordt even mat gezet. Hoppa. Oké, dus dat was al helemaal. Ja, een sterke aanval voor wit naar. Dus hoe kwamen we er eigenlijk bij? Oh ja, bij deze stelling. Ja, toren F2, u bedekt even, of dekt gewoon C2, zodat het paard weg kan. En je kan dus die rokade is hier al foute boel vanwege loper G5. En dan zie je ook het meteen het nadeel van die pion, die H-pion die opgespeeld was. En nou, paard C5 gaat dus een mis. Oké. De zwart speelde ook geen korte rokade, maar B5. Oh, en we slaan en passant. Oh, dat ging heel snel. Paard maal B6. En in het boek van Jörg Hickel heeft hij nu een vraag gezet van welke zet heeft je voorkeur? De pion winst op A6 of slaan op B6? Nou, wat blijkt nou als je slaat op A6, dan krijgt zwart goed tegenspel. Bijvoorbeeld paard C4. En doe je nu loper C1 om de pion op B2 te dekken, dan hebben we eigenlijk een soort. Ja, dan hebben we zwart meteen al gelijkspel. Door de dubbele aanval op E4 en A6. En zwart staat ook wel redelijk actief. Ja, behalve ze lopen op E7 dan, maar die dekt alles. Die dekt dan die belangrijke pion op D6 weer. Maar zwart heeft toch wel een redelijk actief spel. Oké, dus paard C4. Lopen C1 gaat dus niet zo goed. Dus dame F3 om de pion op E4 nog even goed te dekken. Maar ja, dan kun je dus slaan naar B2. En dan heeft zwart ook voldoende tegenspel. Dreigt nu dame maal C3. Dus je moet even dat paard op C3 dekken. Dat is nu gebeurd. Oh, nu komt dame B7. En ook hier heeft zwart weer redelijk tegenspel. Lopper G5 zou nog kunnen volgen. Wit staat beter, maar iets minder dan als je zou slaan op B6. Dat is beter. Damemaal. En nu moet zwart eigenlijk, als hij zijn pion wil behouden, even zijn stukken wat passiever plaatsen. Toren A8.
Koning H2. Even geen onderste rijmatjes of schaakjes. Nou ja, even de toren wordt in ieder geval. Kan weer worden gespeeld. Nu wel een rokade. Toren F1. Ja, kijk eens. Zwart kan het net al voldoende dekken. Toren A1. Nog steeds meer druk op de pion op A6. En toren A2. Ja, een beetje raar gezegd misschien, maar. Nu kan het paard van B3 weg. Hè? Anders was misschien de B2 had misschien geslagen kunnen worden, maar nu kan het paard van B3 weg en misschien naar een beter veld. We lopen daar de D8 en inderdaad, het paard gaat meteen springen naar een beter veld. De dame staat aangevallen. En paard E3. Dat is dan mooi omgespeeld. Hier staat het paard natuurlijk veel beter op E3 dan op B3. En kijkt ook nog eens. Ik hoop dat jullie dat niet vergeten waren. Want positioneel, strategisch is dit nog steeds ons doel om een stuk op D5 te zetten. En nu zouden we eventueel paard D5 kunnen spelen. En dat kan zwart één keer pakken. Maar we kunnen weer een nieuw stuk terugplaatsen. En dat is wel heel fijn dan. Oké, misschien moet de witte nog even voorbereiden. A5. En dat doet hij door toren C4 te spelen. Dame A6. B3. Lopen B6. En wit speelt torenmaal C8. Damemaal C8. En nu. Eindelijk gaan we naar ons positionele idee die we al eerder uit hebben gelegd. Paard gaat naar D5. Nou, die kan dus wel één keer geslagen worden. Maar dan komt er een nieuw stuk terug. En eindelijk is onze strategie die we van het begin af aan hadden gepland, is helemaal uitgekomen. En ja, wit staat... positioneel, strategisch dus beter. Ja, het is helaas nog niet meteen achter elkaar gewonnen, maar wit staat hier wel duidelijk beter. Nou, ik kan hier nog even voor de liefhebber even de einde van de partij laten zien. Ik ga er even wat sneller doorheen nu. En je ziet dat dat paard op D5 de stelling domineert. Ja, dit is een belangrijk moment, want op deze manier, ik zal even het eerst even zijn koning er nog beter neerzetten. Ja, koning zwart gaat ook nog iets beter veld, koning E2, toren B8. Ja, kijk, en nu, wat je bij elk eindspel moet doen, is natuurlijk een vrij pion maken. En nu kan wit een vrij pion maken door B4 te spelen. Hij staat nu drie keer verdedigd en dan kan hij hem spelen. Kan hem, ja, stel dat hij hem pakt. En ja, dan heb je gewoon een vrij pion. En ja, wit staat beter. Maar zwart probeert het nog een beetje tactisch te maken door G6 te spelen, maar dat maakt in deze stelling eigenlijk niks uit. Nou, ik heb hier in ieder geval zijvarianten nog even meegenomen, maar die zal ik nu even skippen. Koning D3. Nou ja, het liefste wordt het paard ondersteund door een pion. Nu staat hij niet ondersteund, maar hij kan ook niet echt makkelijk worden aangevallen. Dus dat is heel prettig voor wit. We hebben onze vrijpion gemaakt met wit. De toren probeert binnen te dringen. En dat is gelukt.
En nu moet zwart al een beetje oppassen dat hij niet in een matnet komt. Dus naast een vervelende vrijpion van op de B-lijn, een H-lijn trouwens ook, maar die is wat minder gevaarlijk nog, staat hij ook bijna in een matnet. Kijk eens, paard F6, toren G4 of andersom, is zeer gevaarlijk. Stel dat zwart speelde je toren F8, stel dat zwart toren B5 speelt, dan wordt hij gewoon keihard een mat gezet. Met een heel leuk matbeeld trouwens. Schaakje. En nog een schaakje. En het is een mat. Ik ben even vergeten hoe dit matbeeld heet. Maar oké. Okay. Maar het is wel een leuk matbeeld. Leuk om te onthouden. Dus je moet even F8 in de gaten houden, of F6 in de gaten houden door toren F8 te spelen. Maar de zwarte stelling stort nu in elkaar, want nu gaat die pion lopen B5 en B6. Ja, en zwart wil die pion niet naar B7 laten lopen, dan gaat het waarschijnlijk heel snel mis. Dus hij sloeg hier, maar hij offerde die loper. En het is een hopeloze stelling voor een zwart. En die gaf maar paard D5 maar op. Waarschijnlijk gaat die F6 pion er ook nog af. En dan kan die doorlopen. Dus een hele mooie positionele overwinning van Geller tegen Najdorf, de naamgever van de opening. Doordat die gebruik maakte van het feit dat het paard, dat staat nog steeds op D5 trouwens, zie ik, uiteindelijk op D5 komt te staan. Oké, we gaan naar ons laatste partijvoorbeeld en die is van een ex-wereldkampioen. Hij was hier nog geen wereldkampioen, want dit is het Russisch kampioenschap van 1945. Smyslov tegen Rudakovsky. Oké, nou, we gaan even de, oh, nou ja, ik zal even, ik wilde eigenlijk meteen naar de stelling die we moeten bekijken, die ik in het begin van de video heb laten zien. D5, ja, nu krijgen we onze bekende stelling weer. F5, hè, wit wint weer ruimte. Lopen C4. Lopen maal C4. Dame maal C4. Oké, en deze stelling hadden we in het begin van de video gezien. En ik vroeg je hier, ja, wat zou je doen met wit? En dan vraag ik nu opnieuw, wat zou je doen met wit? En wie staat er beter? En hopelijk heb je na, als je de vorige voorbeelden hebt gezien, heb je nu een goed idee van wat je zou moeten doen en wie er beter staat. Nou, als je nog even moet nadenken, dan zet je ermee op pauze. En dan ga ik nu verder met de partij. En de hele goede zet is hier loper G5. Je schakelt eigenlijk de verdediger uit van het veld D5. De paard heeft D5, van F6 heeft D5 onder controle en je dreigt er gewoon te pakken en zelf een stuk op D5 neer te zetten. En dan heb je een hele positionele aantrekkelijke stelling. En dit is de partij, toren E8. En ja, wit slaat gewoon op F6. Hij wacht niet eens tot hij wordt aangevallen. Hij slaat hem gewoon meteen. Lopen mal F6. Lopen mal F6. En ja hoor, paard gaat naar D5 toe. Misschien zou zwart nog voor de complicaties naar dame mal C2. Daar zou hij misschien op in moeten gaan. Maar ook dan staat ja, toren C1 krijg je dan. En dan paard C7. Dus dan waarschijnlijk zoiets met een dubbele aanval. Nou, ja, dat is nog niet zo heel duidelijk. Maar zwart koos voor loper D8.
8. Nu draag ik misschien wel een dame wel C2, dus C3. Maar ondertussen hebben we wel een heerlijke positioneel voordeel met wit. En ik zal even kijken. Oh, en deze stelling zegt onze Jörg Hickel eigenlijk dat de zwarte positie is strategisch discutabel. En dat betekent niet dat wit een gewonnen positie heeft, maar de positie van zwart is erg lastig te verdedigen. En de computers die zeggen slechts een wit staat ietsjes beter, maar grootmeesters en misschien internationale meesters, die zeggen al een zeer groot voordeel, nou ja, en tot bijna winnend voordeel heeft wit hier al. Dus zo kun je nagaan hoe lastig het eigenlijk dus is voor zwart om dat gelijk te maken. Nou, we gaan ook zien dat in deze partij stort de zwarte stelling al heel snel in elkaar. En C3, hier waren we gebleven. Oh nee, ik had al een B5 laten zien. B3. Dame C5 schaak en koning opzij. Toren C8. En ook een zet die we al wat vaker hebben teruggezien. Een rooklift. De toren wordt opgebeurd en die kan nu over de derde rij op de zwarte koning schieten. En wit heeft hier al waarschijnlijk een winnend voordeel. Zwart doet nu een onnauwkeurige zet en die wordt heel snel opgerold. Het taaien was waarschijnlijk F6 hier in deze stelling. Ook dan heeft wit een hele goede stelling. Zwart kiest hiervoor om koning H8 te spelen. En dan speelt wit F6. En nu wordt het ten koste van een pion, maar wel de hele pionnenstructuur voor de zwarte koning opgeblazen. En dat is, daar heeft wit wel een pion voor over. Zwart slaat met gemaal F6. Er staat een pion achter, maar kan hier wel een beslissende aanval op touw zetten. Het gaat eigenlijk best wel snel. Dame H4. En je ziet toren H3 en het is al mat. Hè? Dus dat is. Dus moet sneller verdedigen bij de zwarte koning komen. Toren G8. En ja, dan pakken we even een pionnetje weer terug. Paard F6, dreigt mat in 1. Toren G7. En toren G3. Ja, een beetje grappig gezet. Je mag natuurlijk niet die toren slaan, want dan sta je mat op H7. Zwart slaat op F6. En dame al F6. En ja, dit is een hele vervelende penning. Zelfs een beslissende penning, want ja, zwart speelt eigenlijk zonder die toren op G7. Ja, dat dreigt er weer mat. Dus zwart moet dat verdedigen. En toren D1. Staat de pion op D6 twee keer aangevallen. Zwart speelt D5. En na de volgende zet geeft zwart al op. En wit speelt hier toren maar G7. En zwart geeft op. Nou, waarom geeft de zwart op? Ja, je moet natuurlijk terugslaan. Toren maar G7. En dan kun je gewoon heel koelbloedig slaan op D5. En dreigt toren D8. Is gelukkig voor wit kan zwart niet op onze rij komen van wit, dus moet hij wat doen aan toren D8 mat. Nou ja, dame gaat terug, maar dat maakt niks uit, want die komt alsnog toren D8. En ja, dit is natuurlijk een hopeloze stelling voor zwart. Dus dit was een hele overtuigende overwinning voor wit van meneer Schmislov. Hij zal later wereldkampioen worden. Nou, dat was mijn video over de Nijdorf, een variant in de Siciliaanse opening. En
Nou, volgens mij was dit een kleine masterclass. Ik hoop dat dit je iets van hebt opgestoken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.